YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik me omdraai. Ik ben sowieso sneller. Ik ben... Serieus? Huggy Wuggy werkt in een speelgoedfabriek? Dat is op zich een leuke ervaring. Dude, wat is dat? Mr. Funny. Oh my gosh. Misschien is het je opgevallen, maar deze pop staat precies zoals Huggy Wuggy stond in de speelgoedwinkel. Maar vandaag ben ik Huggy Wuggy en ik heb een zaklamp. En ik laat deze pop met rust, want... Moet ik daar überhaupt een reden voor geven? Laten we hier naar binnen gaan. Oeh, het is mega donker. Huggy Wuggy werkt dus in een speelgoedwinkel. En dat is logisch. Ik bedoel, hij woont er immers, dus... Wie kent het beter dan hem? Wat hoorde ik? Ik hoorde een geluid. En ik bedoel, er is niks mis met geluiden. Een scheetje is ook een geluid. Maar ik hoorde letterlijk iemand lopen. Wacht even. Hey, hallo, de winkel is gesloten, dus... Dus je bent hier niet welkom. Tenzij je een pop bent die daar hoort te staan. Oh my gosh, nee. Dit is mijn moment. Ja, ik dacht dat ik hem kon vervangen, maar... Nee. Maar Mr. Funny, die hier net stond, is die uit zichzelf weggerend? Nee. Nee. En wacht even, waarom is deze... Ik zie voetstappen. Ik wou vragen waarom deze deur open was, maar... Het is geen vraag meer. Ik wil niet vervelend zijn, maar iets in mij zegt dat deze pop leeft. En iets anders in mij zegt dat ik moet rennen voor mijn leven. En nog iets anders in mij zegt dat ik best wel trek heb. Ik lust wel een pasta, maar... Nee. Oké, laten we de hendel omhalen. Nu kunnen we via deze plateaus verder springen. Oh, maar ik snap het niet. Ik bedoel, Huggy Wuggy is een pop die leeft. Zijn er meerdere poppen die leven? In dat geval start ik een verzameling met levende poppen. Elke zaterdag geven we een feestje. Nee, denk het niet. Wat hebben we hier? Oh my gosh. De deur achter mij is gesloten. Het is mega donker. En ik heb in mijn broek geplast. Ik heb het licht hoger gezet. Niet omdat ik bang ben, maar... Het... Omdat ik bang ben. Ah, dit lijkt een doolhof. Ik ben serieus blij met een zaklamp. Ik bedoel, in de meeste gevallen zou je blij zijn met snoep, een cadeautje of... Ik wil niet vervelend zijn, maar... Dat is geloof ik Mr. Funny. En ik wil echt niet vervelend zijn, maar... Ik geloof dat hij me wilt opeten. En nu wil ik echt niet vervelend zijn, maar... Hij leeft. Dit is het moment waarop ik kan schreeuwen of een volwassen dude blijf die niet bang is. Ik koos voor dat eerst. Hoe kan ik hier weg? Ik weet niet wat ik moet doen. Er zit een pop achter mij aan. Hey, luister, Mr. Funny. Ik was ook ooit een pop. Dat is het einde verhaal. Ik weet niet wat ik moet zeggen om je te overtuigen dat je me niet moet opeten. Oh, er staan pijlen op de muur. Dude, maar dit is zo random. Ik dacht dat er een opbouwende spanning ging zijn, maar... Ineens was die daar. Het is een beetje zoals ik, die mijn kamer niet opruimt. En dat ineens mijn oma daar zo is van... Ah, mijn keel. Hoe doet ze dat toch? Oké, laten we deze kant op en deze kant op. En laten we dan deze kant op. Laten we hierop springen en laten we verder gaan. Oké, we gaan naar binnen. Hallo, Mr. Funny. Ik ben wel blij dat we nu in het begin van de video al weten dat hij... Wacht even, wat zie ik daar nou? Ik geloof dat ik hem daar zie staan. Maar ik wou zeggen dat ik blij ben dat ik nu al weet dat hij leeft. Dat is beter dan morgenochtend. Want dan heb ik yoga. Dat is hem. Dat is hem, serieus. Hij staat daar. Oh my gosh, dit is Squid Game of niet? Dat meen je niet. Ik mag alleen lopen wanneer die niet kijkt. Oké, daar gaan we. Als hij... Oké, het is groen licht. Ja, nice. Ik ken dit spel. Ik ben een professional in stilstaan bij rood licht. Ze noemen mij ook wel de rood lichtjongen. Stel voor dat is je bijnaam. Hey, rood lichtjongen, geef me de potlood eens even aan. Waarom heet hij zo? Ja, hij stopt altijd bij het rode licht, joh. Het is echt een brave jongen. Oké, dit is nice. Ik ga het nu in één keer halen. Ik ben niet bang. Ik neem het terug. Oh, maar dit is zo eng. Oh my god. Oké, laat maar. Hij beweegt. Ik bedoel, het is een pop die leeft, dus die beweegt. En dat rijmt. Dat is niet de bedoeling. Maar toch was het zo. Oh my gosh, dit zijn lasers. Waarom staan deze lasers er voor mij? Ze moeten er staan voor poppen die schijnen te leven en willen ontsnappen. Niet voor Huggy Wuggy die gewoon zijn werk doet. Zo, dat was mijn klaagmomentje voor vandaag. Oké, we drukken de lift aan. Dutschtube geluidseffecten. Ik lijk eerder op een verdwaalde vlieg, maar dat is niet erg. Sorry. Weet je, als ik bang ben, dan zeg ik dingen. Kaas op toast. Oké, waar zijn we? Funny Games 3. Oh my gosh, ik snap het nu pas. Dit is een beetje traag van mij, maar ik snap het nu. Hoe werkt dit? Dit is Squid Game en Huggy Wuggy bij elkaar. Dus het is een beetje het verhaal van... hij begint ineens te praten. Het is een beetje het verhaal van Huggy Wuggy, alleen met de Squid Games. Dus ja, dat. We hebben hier een groen vakje. En ik denk dat ik die moet vinden. Of moet ik gewoon alles een kleur geven? Ik heb geen idee wat ik doe. En dat is nice, want dan kan het niet fout gaan. Waarschijnlijk wel. Meestal gaan dingen fout, omdat je niet weet wat je doet. Wat is de bedoeling? Oh. De deur is ineens open. Ik heb het goed gedaan. Ga naar een veilige plek. Ik heb 10 seconden. Hey, kun je dat niet even de volgende keer wat eerder aangeven? Joh, hey, het is toch niet normaal, zo 10 seconden? Ik bedoel, het is veel te weinig. Hier, is dit veilig? Het is vast niet veilig, hè? Oh my gosh. Survive. Survive? Van wat?
Oh my gosh, een robot. Oh, het is een robotpop. Oh, rustig, dude. Oh my gosh, hij is kapotboos. Ik weet niet wat hij vanochtend heeft ontbeten, maar het was niet naar verwachting. Hé, luister meneer, vind je dat je aardig bent tegen mij? Hey, je bent een robot, allemaal goed en aardig. Ik ben een pop. Of nee, wat ben ik eigenlijk? Ja, Huggy Wuggy is een soort van pop. Alleen nu ben ik een mens. Weet je, laten we zeggen, vandaag is Huggy Wuggy een mens. Anders zijn er twee poppen die ruzie met elkaar hebben, dat wil ik niet. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, je zit echt achter me aan. Oh nee, 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 nee. Oh, nog 5 seconden, oh, nog 3 seconden, oh, nog minder dan 3 seconden, dat is 2 seconden, oh, nog minder dan 2 seconden, dat is 1 seconde en ik heb het gehaald. Wauw. Dat waren een hoop woorden in een aantal seconden. Oké, we gaan naar de uitgang. Dat is de gang die eruit leidt. Oh, die harde geluiden zijn echt heel fijn. Ah, nice. Glijden. Heel hard glijden. Zometeen heb ik bulten op mijn hoofd waar je u tegen zegt. Oké, de deur gaat open. Nice. En nu ben ik hier. Oh, ik weet dat dit fout gaat gaan. Ik weet dat dit fout gaat gaan. Het kan niet anders. Ik bedoel, come on, dude. Het is donker. Harde geluiden. Tartaarsaus. Zoals SpongeBob dat zal zeggen als hij boos is. Ik weet wat ik bedoel. Ik weet het niet. Ik weet... Oh, oh, jij. Jij. Gewoon jij. Weet je, ik ga niet eens... Jij. 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 Oh, ik schrok me een hoedje en ik heb geen eens pet op. Oh my gosh. Oké, kan ik hierop? Ja, chill. Pak me dan als je kan. Je kan me toch niet pakken. Oh my gosh, ik ben echt serieus bang. Ik weet niet waarom. Ik weet eigenlijk wel. Er zit een bloeddorstige pop achter mij aan. Hoezo weet ik niet waarom? Oh, is dit lava? Weet je? Lava? Oh, snapperoni. Oh, ik let er niet op. Zo, einde verhaal. Dat zou best schijnig zijn, toch? Je wordt de hele tijd achterna gezeten door een bloeddorstige pop en je overleeft het. Dan zit je even in een heftruck en dan gaat het helemaal fout en dan is het gewoon einde verhaal. Oh, dit ding stuurt best wel lekker, weet je? Meestal is sturen niet mijn sterkste kant. Net zoals opruimen dat niet is en huiswerk maken en verantwoordelijkheid nemen. Maar deze keer... Wauw, oké. Okay. Voorzichtig. Ja, lekker hoor. Oh, dit is een lastige hobby. Ik ga heel eerlijk zijn. Dit is een lastige hobby. Maar het is wel een leuke hobby. Is dit überhaupt een hobby? Ik bedoel een hobby. Daarbij denk ik aan blokjes en springen op... Op blokjes. Niet op leven voor je rennen. Rennen voor je leven bedoel ik. Leven voor je rennen. Hé, ik moet leven voor mijn rennen, want er is een monster. Nee, rennen voor mijn leven. Oké, okay, let's go. Woe! Ik ben een stuntman die goed een stunt kan. Ik kan er niet uit. Ik zit vast. Oh, laat maar. Dit is Job. Hij zit vast in een heftruck. Dit is dag 10. Oké, dan gaan we. Let's go. Oh my gosh, is dat een buis? Ik weet niet. Er is mij ooit iets verteld over willekeurige gouden buizen die je tegenkomt en er niet in moeten gaan, weet je. Dat is gewoon algemene kennis, maar ik ga erin. Dit is leuk. Ik hoor vrolijke muziek. En ik speel een soort van Mario. En hij zit achter me aan. Hey, dit is geinig. Zeg maar, ik weet dat hij me wilt opeten en dat niet leuk is, maar ergens vind ik dit toch geinig. Wauw. Dit is een leuk spel. Nu komen deze dingen. Je mag er op zich wel door geraakt worden, maar niet vaker dan 1 keer. Dus dat is 2 keer. Want na 1 komt 2. Ja, ik ben een rekenwonder. Zelfs als ik achterna word gezeten door een monster. Kom op, man. Het spel was net nog duister en eng. En nu ineens. Eigenlijk is dit misschien nog wel enger, zeg maar. Maar goed. Oké, waar ben ik nu? Hey, wat is dit voor plek? Waar ben ik? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, je kunt wel vragen, maar ik heb geen idee. Wacht, kunnen we niet beter... Misschien is dat niet slim, maar ik denk dat ik hier overheen moet. Sorry, ik heb niet eens die deur gecheckt, maar ik weet wel een beetje hoe obby's zijn, Rozijn. En nu weet ik het vrijwel zeker dat ik hier langs heen moet. Kijk, vaak in een obby heb je gewoon een deur, right? Hey, ik ben een deur, open mij. Maar de deur kan niet open, dus dan moet je een alternatieve route vinden. Ah. Ah, oké. Dit zijn die poppen, right? Ja, ik weet niet. Dat heb je soms, hè. Dat je het gewoon zo verwacht dat je niet schrikt. Met je huiswerk vergeten en de leraar zo van... En weet je, je verwachtte het al. Dus je zit daar rustig, ontspannen. Je laat het gewoon gebeuren. Ja, weet ik veel. Doe de deur open. Ik hoop dat Mr. Funny kan koken. Zou best cool zijn trouwens. Hey, wat is dat? Dat is een muffin. Door wie? Door een pop. Oh, wat moet ik doen? Oh, nee, toch. Kan ik basketballen? Ik wil basketballen. Huh? Huh? Ja, ik heb hem. Oké. Maar wat is de bedoeling? Oh my gosh, wat ben ik allemaal aan het doen? Ik ben echt... Oh nee, dit ga ik nu niet halen. Ik moest gewoon naar de overkant. Dat is alles wat ik moest doen. Ik snap het niet. Ik snap het echt serieus niet. Wat is de bedoeling? Ik bedoel, je hebt daar een basketbalding. Dat snap ik. Je kunt basketballen. Maar dan heb je hier een soort van... Hoe noem je dat? Spleef. Zo'n spel waarbij je elke keer op een vakje moet blijven staan. Terwijl vakjes wegvallen. Ik heb de regels ook niet gemaakt. Oh my gosh. Maar ik begrijp het niet, joh. Nou ja, goed. Ik probeer gewoon te overleven. Probeer niet te vallen. Kan ik vanaf hier basketballen? Ik zou het... Oh. Oh, nice. Oké, ik ga even die basketbal gooien. Woe! Dit was nice. En ik denk dat ik het heb gehaald. Ik denk dat ik er bijna ben. De deur gaat waarschijnlijk dicht nu. Nee, oké. De trein. Oh, wat cool. Dit is echt letterlijk die speelgoedtrein die je ook in het Huggy Wuggy speelt. Dus dat is leuk. Tenminste, dat hoop ik. Ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Dat bepaalt een beetje of het leuk is, ja of nee. Wat? Oh, die trein. Snapperoni, die trein is gewoon die pop, joh. Hey, jongen, nog aan toe. Niet verwacht, had ik niet verwacht. Maar goed, het is zo. Oh my gosh, je maakt een grap. Oh nee. Oh, de trein is stuk.
Oh, wat jammer, wat jammer. Oeh, wat is dit? Final game. Ik werd ook gewoon naar binnen gesodemieterd. Oké, final game. Het laatste spel. We hebben het gemaakt in het warehouse. Ik kan ontsnappen door de grote deur, maar ik moet een trigger vinden. En twee knoppen. Oké, het zal wel. Weet je, we zijn op zoek. We zijn op zoek naar knoppen. Dat zijn twee knoppen, toch daar? Of ben ik... Oh nee, wacht. Die twee knoppen zullen zometeen groen moeten gloeien. Maar daar kan ik niet op drukken, toch? Nee, dat kan niet. Oké, dus ik ben op zoek naar twee dingen waar ik op kan drukken. En dan gaan die knoppen gloeien. Zo van, hé, ik ben een knop, ik ben gloeiend. Ha. En dan heb ik het gehaald. Dus dat is allemaal niet zo moeilijk. Dus, oké, let's go. Wat was de eerste? Ah, dat is leuk. Ja, nee, dat geintje ken ik. Dit is het moment waarop ik heel bang moet... Ik weet niet wat ik doe. Kan ik ergens naartoe? Kan ik hem niet hier tegenaan laten lopen, alsjeblieft? Ja, maar dit is toch oneerlijk, joh? Ik vind het niet leuk. Ik vind het eigenlijk wel leuk, maar ik vind het ook weer een soort van niet leuk. Oh my gosh. Hij zit echt op mijn hielen, hè? Zeg maar, dat zeggen ze wel eens, dat iemand op je hielen zit. Maar de hielen, dat is de achterkant van je voeten. Hij zit letterlijk op mijn hielen. Oké, ik heb het in ieder geval gehaald. Hey! Hoezo rent hij nog achter me aan? Dit was niet de afspraak. Oh my gosh, pepperoni nog aan toe. Snel. Oké. Ja, chill. Zit hij nog achter me aan? Haha, wie lacht er nu? Ik, want die hoorde net haha uit mijn mond komen, dus ik lach. Oké, we gaan er vandoor. Heb ik het gehaald? Ik vind dit is dan wel een beetje jammer. Hè? Ik wil niet vervelend zijn, maar dit... Ik weet niet. Nee, dit vind ik een beetje een jammer einde. Ik had toch wel iets... De obby was heel goed. En dan zo'n zeer basic einde met twee van die dingen. Maar ja, om mezelf te troosten, ga ik hierop zitten. Dit was Huggy Wuggy versus Mr. Funny, de levende pop. Het was eng. Het was nice.